Ik ben Bob van der Voort, biologische glasgroentekweker in Almere Buiten. Ik ben begonnen als rozenkweker. Toen heb ik de stap gemaakt naar leliekweken. Maar het duurzaamheidsverhaal ging toch wel steeds meer een rol spelen in mijn gedachten. En het voelde gewoon niet meer goed. Evibia, dat was onze voorganger, die deden onderzoek naar biologische teelt in combinatie met gevitaliseerd water. In 2017 hebben we die kwekerij overgenomen. In de zomer telen we komkommers en in de winter, in het najaar en het voorjaar telen we bladgewassen. Mijn favoriete gewas is toch komkommer, omdat het een heel spectaculair gewas is. Een komkommer groeit zo ongelooflijk snel, dat is zo mooi om te zien. Een komkommer is moeilijk om te kweken biologisch, omdat die gevoelig is voor allerlei ziektes en plagen. En dat proberen we allemaal op een biologische manier onder controle te houden. Dat past me als een handschoen. Ik vind het zo prachtig om te doen. En ook te zien dat bijvoorbeeld doordat je kweekt, de bodem verbetert. Je ziet dat de bodem een groter watervasthoudend vermogen krijgt. Nou, ik vind local for local voedselvoorziening belangrijk, omdat we dan natuurlijk de voedselketen verkorten, dat we de transport verminderen. Maar ook dat we samenwerken en gezond voedsel voor de mens kunnen produceren. Ik denk dat wij hier in de Flevopolder, als we als producenten samenwerken, al het voedsel hebben wat we nodig hebben om te leven, zeg maar, jaar rond. En het is zo zonde dat voedsel allemaal verdwijnt naar verre oorden en dat ons voedsel dan weer uit verre oorden komt. Ik hoop dat mijn bedrijf in de toekomst een stabiele factor wordt in de keten voor lokale voedselproductie. En ik hoop ook dat ik kan laten zien dat als ik straks stop, als ik een jaar of 70 ben of zo, dat ik dan een vruchtbaardere, mooiere grond achter kan laten voor mijn opvolger. En dat we op die manier kunnen laten zien dat biologisch telen iets toevoegt voor de lange termijn.